Goeiedag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik een kijker verrassen met de Domino's Pizza Lunch. Als je me volgt op Instagram, heb je het een en ander al kunnen meekrijgen. Want vandaag is het dan zover. Domino's vroeg mij of ik een kijker wilde verrassen. Ik zelf al van pizza, vele anderen ook. Dus ik zei, gaan we het doen. Leuk. Pauline Tielstra was mij voor. En vandaag is de eer aan mij. Kijk, hier Domino's pet. Komt goed uit, want mijn haar ziet er niet uit. Vanavond gaan we knippen, maar voor nu doe een lekkere cap op. We gaan richting Rotterdam. Daar is de winnares, dus laten we snel gaan. En we zijn nu dus onderweg naar Rotterdam, maar we hebben een beetje vertraging opgelopen. Want het was echt druk onderweg. Had ik niet verwacht rond dit tijdstip. Maar ja, so be it. Het is nu 11 uur en om 11:30 moeten wij zijn. Ik weet niet of we gaan redden. Het wordt kielen, maar we gaan ons best doen. En velen van jullie zullen denken 11 uur, 11:30, pizza. Maar dat is dat ding toch. Het is nu binnenkort, of vanaf nu, zijn bijna alle filialen van Domino's rond dit tijdstip geopend. Dus je kan gewoon pizza eten als lunch. Je hebt toch lekker. Zo pizza, here we come. Ik was helemaal vergeten om de bestelling via de Domino's app te plaatsen. Wat gaan we nu even snel doen. Kijk hoe laat het is, we moeten even haast maken. Want dit zal sowieso tijd schelen. Wanneer ik daar ben, hoef ik het alleen maar op te halen. Even kijken, twee pizzas ga ik bestellen. Deze moest ik hebben. En zo majestic. Ja toch, afrekenen. En dan zal het binnen 10 minuten wel klaar zijn. De tijd dat we daar dus aankomen. Ja toch, let's go. En we zijn er eindelijk aangekomen. Ik heb de filiaal van Domino's al gezien. Was wel een stukje verder parkeren. Nu gaan we even snel joggen die kant op. Bestelling is goed doorgekomen. Kijk, mijn bestelling staat ook nog hier. Klaar over 4 minuten. Ik begon direct spontaan trek te krijgen. Dus ik vroeg, hey, is het mogelijk om voor ons ook een pizza te maken? En het is gelukt hoor. De manager is bezig met de pizza voor ons aan het bereiden. Het ziet er weer heerlijk uit. Ben je sneller dan Stefan met pizza maken of? Geen idee, ik denk dat ik wel in de buurt kom. Hopelijk. Stefan is al goed hoor. Oké. Klaar. Sneller dan ik dacht. Geen probleem. Kijk jongen. Yes, lekker. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, zo lekker. Eet ze. Oké. Bedankt. Ja, toch. Zijn klaar. Kunnen ze nu brengen naar de kijkers. En dan kun ik zelf ook meegenieten. Let's go. Deze kant moet op. We zijn nu eindelijk aangekomen op bestemming. We zijn nu voor de Blijdorp Dierentuin. Daar is Mick en zijn vriendin die dus verrast wordt naartoe gegaan. Want het verhaal was dus dat hij afgelopen jaar veel van huis was. Dus hij wilde zijn vriendin verrassen met de Domino's pizza. En aangezien zij mijn video's ook kijkt, wordt het een leuke verrassing. Tenminste, ik hoop dat het een leuke verrassing voor haar wordt. Laten we snel die kant op gaan. Ik sta nu voor de entree, maar wij gaan natuurlijk niet naar binnen. Ik ga Mick even snel opbellen, dat ze even naar buiten moeten komen. En dan kunnen we lekker gaan eten, want ietsje mag niet koud gaan worden. Oh, nu gezellig man, dan wachten we even. Yes, tot zo. Yo. Bij de leeuwen. Bij de leeuwen zijn ze. Helemaal aan de andere kant ook nog. Ze moeten in de kou gaan wachten. Jongen. Lekker hoor. Het is nog wel lekker warm. Pizza bezorger. Ja. Capuchon op, want Dankjewel. Wat leuk! 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 Dankjewel. Wat leuk!
aangegeven is dat jij afgelopen jaar veel van huis weg was. Ja. En daarom wil je eigenlijk als verrassing voor je vriendin Pien deze pizza. Ja, ik dacht ze houdt van pizza. Ik was vorig jaar aan het werk in Spanje. En toen was ik veel weg dus is veel langs geweest. Maar ik werd wel tijd om het terug te doen. Dus door middel van pizza gaat dus het. Dus je dacht dat het de 7 was. Ja, liefde gaat door de maag, dacht ik. Dus, ja, precies. Ja. Maar iets makkelijks, snel eten, dat het helemaal koud wordt. Wij gaan gezellig mee eten, of niet? Ja. We hebben ook een pizza meegenomen. Dus, oh, doe maar. Wat hebben jullie voor pizza? Wij hebben de Chicken Supreme. Doe maar. Ook leuk is. Nou guys, dit was het dan weer. We hebben het wel nog steeds koud. Het is ijskoud. Maar we hebben heerlijk pizza gegeten. Ik heb de kijkers verrast. Ze waren er blij mee. Dus vond je het ook een leuke video? Duimpjes omhoog. En voor nu, Manon is de volgende. Die kijker mag verrassen. Dus ik draag de pet over aan Manon. En ik heb de pet nu dus overgedragen aan Manon. Alleen ik gooi hem per ongeluk tegen de auto aan. Daar schrok ik van. Maar mocht je benieuwd zijn hoe het Manon vergaat. Welke stad ze gaat. Wie ze gaat verrassen. Hou haar kanaal dan in de gaten. En voor nu mensen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Ciao ciao. Zes. Alles pakken braden. Alles pakken. Hè? Huh? Groeien toch. Groeien. Als je wil groeien moet je veel pakken zwaar. Veel pakken. Daar moet je eindigen.